Martens. Sagrado met de voorzet. Torsteinsson probeert hem klaar te leggen. Bram Brunnes en de save van Suzuki. En dan is daar wel de goal. Nee, nog een keer Suzuki. De poging van Banzuzi en een uitstekende redding van Suzuki. Daar was hij even heel belangrijk voor STVV. We kijken naar deze voorzet. Torsteinsson legt hem klaar voor Bram Brunnes. Dan Suzuki met een geweldige tweede redding. Hij had de indruk in eerste instantie dat die bal van Torsteinsson te slap was. Nee, Brunnes. Torsteinsson. De bal. Bram Brunnes die het probeert, maar dat was hem makkelijk. Torsteinsson. Meegeven Siepe Schrijvers. En daar was even die beweging. Maar blijft overeind. Bram Brunnes ondertussen. Niks aan de hand, zegt Stasis. Bertaccini. Kan je uiteindelijk profiteren van dat geleverde werk. Met hun eerste doelpunt eigenlijk van het seizoen. We kijken naar Torsteinsson. Hij gaat hem plaatsen, maar dat is veel te slap. In de handen van Suzuki. Het is Steukers die hem uiteindelijk toch zelf naar de buitenkant tikt. Nu wel Koita. Het zelf proberen, afgeweken bal. En dan gaat hij er net niet in. En dan ontsnapt Oud-Hever. Koita. Maar doordat die bal afwijkt via Russo, stond het bijna 0-1. Tobelijsen. Met lange halen, 7 mijlslaars. Sintjen, goede bal. Meegeven Torsteinsson. Bram Brunnes wordt opnieuw niet gevonden. Mathieu Martens en Suzuki met de redding. En het publiek laat zich horen. We krijgen. Torsteinsson, dan probeert hij hem klaar te leggen voor Bram Brunnes. En dan uiteindelijk Mathieu Schrijvers. Brunnes. Akimoto. De voorzet. Daar is Bram Brunnes. Met de koebal. Ook Sagrado wordt gewisseld. Rika. Van Torsteinsson. Opnieuw Torsteinsson, zoals gezegd, niet moeten krijgen. Altijd voorop in de strijd. Knappe actie. Torsteinsson gaat hier plaatsen. De redding van Suzuki. Het was niet evident om die bal van op die positie te weg zijn. En dan heb ik het gevoel dat hij hem echt wel meer in deze partij. Een goede loopactie van Martens. Werd niet bereikt. Schrijvers. Mazis! Mazis! Jawel! Het is Mazis die hem maakt. En hij zorgt voor de 1-0. In deze partij tussen Oud-Heverlee-Leuven en STVV. Ja, de knipoog. En de brede grijns bij Mazis. De man die mocht invallen. Nou, mogen gerust zeggen. Op de strafbank zat. En hij met het doelpunt bleef ijzig kalm. Daar oog in oog met Suzuki. En dan deed hij dat uitstekend en lijkt Oud-Heverlee-Leuven op weg naar een zeker goed. Het is nog niet. Gooi is er nog voor Oud-Heverlee-Leuven. Het is afgelopen voor dit Ben Stasis. Oud-Heverlee-Leuven haalt het hier van STVV. De supporters die staan recht. En die...